Voorzitter, namens het hele kabinet bieden we excuses aan. Aan Herman en Wilco. Maar daar is het niet mee gedaan. Want ik las, voordat ik minister was, een akelig stuk jaren geleden in de Volkskrant. Over hoe ze nog steeds door sommige mensen met de nek worden aangekeken. En dat is niet eerlijk. Zij moeten hun leven weer oppakken. Voorzitter, iedereen, niet alleen ik, maar wij allemaal moeten hen die kans geven. En ik zeg tegen Herman en Wilco, het spijt me.